Ik kom. Ja, nee, moet, het ging niet, of was niet zoals we dat afgesproken hadden. Daar mogen wij op afgerekend worden, dat was gewoon niet goed geweest. En tot 2 kilometer was oké, okay. Of 3 kilometer zeg ik maar. Maar de streep is niet naar 214, was naar 216 of 217 en dat was gewoon niet goed genoeg, nee. Wat ging er niet volgens afspraak? Wat ging er niet volgens afspraak? De laatste 3 kilometers. Dylan die vloog opeens voorbij met een andere trein. En, ik reed daar naartoe en zat dan een beetje in de war. Ging aan hem voorbij. Dacht oké, wat ik nog kan doen is in een wiel plaatsen van Kittel op dat moment. Ah, maar dat was nog maar 2 kilometer te gaan, hè? En dat is te vroeg. Ja. Ja, je renners, je ploegmaten die vragen of je gaat komen. Ja, er zijn nog een aantal kansen. Zijn dit zaken die gewoon op de rails kunnen zijn in een andere rit? We gaan voor de maximum, hè. Dat doen we in elke sprintrit. En ja, kom maar, hè. Vandaag was niet goed genoeg en morgen is weer een kans en we gaan er weer voor. En dat gaat nog een keer lukken. Doe ze met de sfeer in de ploeg? Worden dit soort dingen hard afgerekend? Of? De sfeer is goed. Zoals elke dag gaan we daarover praten. Dat komt op de tafel. Daar wordt over gesproken. Maar hier is geen negatieve stemming of zo. Helemaal niet. We hebben juist van aan de tafel. En ja, dat is sport, hè. Het is gewoon sport. Hier is... hoe moet ik zeggen? Het leven gaat verder. En gelukkig gaat het verder. En morgen is weer een kans. En dan gaan we het weer proberen. Dankjewel.